Vier Nederlanders maar liefst in actie in de eerste dag van het kwalificatietoernooi voor het ABN AMRO World Tennis Tournament. Dit is Jelle Sels. Hij speelde tegen Corentin Moutet, een top 100 speler uit Frankrijk. Sels speelde sterk, had 3 setpoints in de opening set, maar verliest wel met 7-6 en 6-3. Dan door naar Jesper de Jong op court 1. Hij neemt het op tegen Jiří Lehečka, nummer 138 van de wereld. De Jong heeft 5 setpoints in de eerste set, kan die niet verzilveren en verliest dan met 7-6 en 6-0. Tim van Rijthoven op het centercourt tegen Salvatore Caruso. Italiaan die Novak Djokovic verving bij de Australian Open. En we zien van Rijthoven juichen, want hij speelt sterk. Hij wint de eerste set met 6-4. Hij wint ook de tweede set in een tiebreak en gaat dus door naar de tweede kwalificatieronde. Robin Haase sluit dan de dag af met een wedstrijd tegen Hugo Gaston. Een pittige loting voor Haase die 13 keer in het hoofdtoernooi stond, maar nu tegen de nummer 1 geplaatst speelt in de kwalificaties. En Gaston blijkt dan ook te sterk te zijn voor Robin Haase met 6-1 en 7-6.